Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering. Zeg je ook een go als we mogen lopen trouwens? Nou, gewoon meteen doorgaan zeg maar. Oh, oké. Maar fijn, bedankt voor het verstoren van mijn intro. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Legend Arceus Quest Battling. Sander, die heeft mij zo erg gemisgund dat hij gewoon door mijn ding heen ging praten. Door mijn intro in. Die Ponyta, hè, die is ook shiny. Ja. Yeah. Maar dat is geen shiny class, wel. Dus nee, ook niet hoe we de shiny class trouwens doen. Nee, dus dat maakt sowieso niet uit. Anders wel, denk ik. Weet ik niet, misschien. Yeah, Wurmple, I love Wurmple, man. Ik vind ook dat als jij bijvoorbeeld... weet ik veel, een horde van, weet ik veel, 6, even wat is bij jou makkelijk om te zeggen, 6 Murkrow's tegenkomt, dat je ze gewoon alle 6 mag vangen en dan zeggen van, oké, deze Murkrow ga ik gebruiken, zeg maar. Oké. Yo, going to the Outlands? I'm going to the Outlands. Obsidian Outlands. Camping, they do be camping. They do be camping. Leuk. De heden. Oké, dan niet. Ik vind kamperen wel leuk, ja. Oh, ja, je geeft me wel antwoord. Oké, dan ben ik blij. Ik was gewoon even een liedje over de camping aan het zingen. Ja, dat mag. Hier, Dodge. Volgens mij is dat die jump die ik bedoelde. Hier, sick jump roll. He do be rolling. They see me rolling. And they do not be hating, because it's gewoon een cute roll. Ik bedoel, ze zijn nog steeds 10. Waarom? Ik heb alweer een quest gecomplete, hotseflots. Follow Akami. Ja, dat is een... Hoe heb je ze alweer... Oh, die crafting roll ding. Nee, een ander. Nee, want dat was main quest, die crafting. Ik heb een side quest gecomplete. Wacht, heb jij een Wurmple gevangen? Nee, een andere sidequest. What the frick? Okay. Wurmple can evolve adorable... Oh, die had je inderdaad direct kunnen doen. Want die heb je natuurlijk al. Maar ik weet niet... Ik heb hem dus net gereleased. Oh, je kan wel rollen. Maak je een grapje of ben je serieus? Nee, ik ben serieus. Ik heb dus net een hele monoloog gehouden over die rol, hè? Oh, oké. Dat weet je? Ik had je niet gehoord. Kom misschien omdat je door mijn intro heen zat. Dat zou best kunnen dat het was. Hallo? Release die gore bedoeping. Release die gore Starlying. Release die gore Shinxing. Sander, hoe voelt het nou om een Pokémon te hebben die ook echt in je team mag? Leuk. Ik weet niet hoe dat is, namelijk. Nee, dat dacht ik al. Dat dacht je alleen. Dit is helemaal prachtig. Van achter moeten pakken. Nou, that's what she said. Oh, you're so funny. Ah. Volgens mij heb ik hem. Omdat ik hem niet van achter pakte, heb ik hem ook niet eens. Very setting. Maakt niet uit. Ik ben het gewend. Het sad zijn dan. Hoe werkt die rol? Yo, Floatzel! Dat is een Weasel. Mijn leven. Wat, is je Pokémon al dood? Nee, ik zag hem Weasel en toen noemde ik hem Floatzel. Oh ja, maar dat is gewoon Sander Mistakings. Kan gebeuren. Follow Akari? Maar ik wil Akari helemaal niet volgen. On the Twittering? Nee, zeker niet. Oh on ja, the Twittering. Dat kun jij niet eens. Dat kun je nog wel. Doe je niet. Siri, hou je tyfus back. Nou, sorry. Ik
je toch te gezien. Ik voel me ook wel aangesproken als je Siri zegt trouwens. Nee, snap ik wel. Dat is wel een leuke naam. Ik zou Siri op zich wel... Ik vind Siri op zich wel een leuke naam voor een meisje op zich. Ik weet niet waarom dat er zo ongemakkelijk uitkwam, maar ik vind het wel leuk. Ik vroeg me wel af, ja, waarom dat zo ongemakkelijk bij haar eruit kwam. Crafting kidding! Ik kan een crafting. You kidding me? Yo, dat is van die mine! Ja, dat is van die mine! Begaan. Ken je dat? Minecrafting! Nee, dat ken ik ja, niet. Ja, dat ken ik. Kan je dat weten? Dat is het leukste crafting ooit. Back to Professor Lavington. Oh, moet ik weer helemaal back? Crafting kidding? Hey, je moet veel wormpels vangen. En in je team houden, want dan kunnen ze evolving. En dat is wat... That one guy, he wanting that thing. Weet je dat? Maar moet je ze ook laten evolueren? Volgens mij wel. Weet ik niet. Jij wilt nu dat ik ga kijken, hè? Dat ik dan tijd verlies. Ik heb jou wel door. Sneaky man, ik ben daar niet zo erg bang voor als ik eerlijk ben. Ah, oh. Sneaky man, jij bent namelijk zo'n Pokémon Master. En je moet zo'n Starly laten zien, toch? Aan een zo'n guy. Straks. Dat zou best kunnen. Kunning. Of kudding. Nee. Dat is wat ik wel vaak niet doe. Niet kudding. Hij zegt, yo, jij bent zo goed. Je krijgt dollars van me. Heel veel centjes. Waarom gebruiken ze dollars en geen euro's? Misschien omdat het niet Europa is. Dat is op zich... Ah, not quite there. You need to do a few tests before you're ready to go. Hang in there. I'm not hanging in there. Nee. Je bent zo'n anti-inhangingary. Als jij hang in there. Nou, ik merk er niks van. Nou, dat blijkt. Ik ben een no-star member, Sander. Ik ook. Ja, wij zijn gewoon geen ster members. Ik ben ook geen ster. Nee. Patrick is wel een ster. Ja? Ja, een C-ster. Oh, ken ik niet. Jij liegt tegen mij! Wie is Patrick? Wauw. Volgens mij heb ik meer SpongeBob gekeken dan jij, maar dat mag ik niet. Ik wou net zeggen, hoe werkt dit ook alweer? Je moet dus op ZL en ZR drukken. Alleen ik weet niet in welke volgorde, maar dan kun je dus Pokémon vangen. Als je het in de goede volgorde. Oké, maar waar kan je je quests ook alweer zien? Minnetje, ei, oh, ja, dank je. Wurmple can evolve, oh. Give the dinges to dinges, oké. Okay. Wurmple can evolve? Catch Wurmple. A Wurmple, yeah. Ja. Ja, je moet nog niet evolven, dat is pas later in de getting game. Getting to work on a research task. In order to complete the Pokédex, you'll need to accomplish research tasks set up by Professor Oh, Lackerton. Research tasks. Speak to your professor to learn more. Dat heb ik net allemaal zitten doen. Ik heb net tegen hem zitten aanhoeren. Ja, maar ben je al level 1? Oh nee, dat ben ik niet. Kijk. Oh nee, nu ga ik vechten. Nee. Maar Sander, dat is niet wat ik wil. Je moet niet vechten, dat is gewoon niet aardig. Ging. Nee, ik wou ook niet vechten, maar hij deed het. Ik heb zo'n Bidoof gevangen. Gevangen? Oh, ik heb hem wel gevangen. Ik dacht al. Er gebeurde niks, maar toch heb ik hem gevangen. Eigenlijk wil ik kijken of ik ergens een Pokémon kan vinden die wel in mijn team mag. Want dat is in ja, het begin Ja, dat is in het begin lastig. Ja. Oh, Wurmple, kom hier. Dat was heel boos. Ik was woest, zou ik haast durven. Ik snap waarom. Hij zit ook niet in dat ballegie. Ja! Nah! Wat een hater. Ken je dat, hater? Ja, dat ken ik. Daar ben jij. Wow. Duw. Oh, ik heb twee. Complete. Oh, de rest.
Is dat zo'n Starlight? Starlight? Niet liegen, Star. Oeh, dat is een Alpha Luxio. Die vind ik spannend. Ja, dat snap ik. Dat zou ik ook eng vinden. Als ik jou was. Je hebt zo'n flying type, zeg maar. Dus daarom niet omdat ik jou slecht noem of zo. Maar wel omdat hij laag level is. Is hij laag level? Mijn Pokémon is laag level. Wat fijn. Ik zie een Pichu. Oh. Die is toch best wel zeldzaam. Ben je andere plekken dan ik? Dat mag. Ja, of hij is inderdaad zeldzaam. Dat ik hem daarom niet zie. On the back! Als dat zo'n ruggie was, dan was hij erop. Was dat zo'n ruggie? Maar dat was zo'n ruggie. Ja, hij was ook erop. Hoe bukt echt deze game? Ik heb geen idee meer hoe dit werkt. Hoe bukt deze game? Hoezo? Heb je hem... Nee, hoe buk ik? Dat is dom. Kut, nu vecht ik tegen dat wil ik helemaal niet. Level 21. Oh, je bukt met B. Help ik je toch even. Ik had ook kunnen zeggen, ja, het is versus gast, het is versus. Maar zo lief ben ik gewoon, dat ik dan zeg van, yo, I love you, man. You love me, man? Wat, zei ik dat erop? Nee. Moet je nooit zeggen. Het is altijd gevaarlijk. Gevaarlijk, King. Of misschien komt dat gewoon door mij, dat het niet zozeer altijd gevaarlijk is, maar dat het altijd gevaarlijk is als ik het zeg. Dat kan natuurlijk ook. Nee, dat zal het vast niet zijn. Hey Levington, hoe is het met jou? Hoe gaat het leven? Fucking slecht, ding. Dat dacht ik al. Ik voelde hem al aankomen. Ik vind het wel irritant dat het rennen zo kut is. Het wordt tijd dat ik een Windier krijg. B? Hoeveel? 70? Wat? Dat is echt weinig. Ik moet meer nieuwe Pokémon pakken. Floatzel, waarom heb ik die nooit gepakt? Ja. Zeg ik weer Jezus. Ik haat Sander, jij bent geen Pokémon meester, geloof ik. Ik bedoel, dat is een Weasel. Ik zit ergens anders met mijn hoofd, blijkbaar. Zit je bij het kampvuur bij me in je hoofd? Ja. Zing jij jij wist het ook gewoon. Ja. KMPPURL je delete. Secret Tunnel, had ik jou die meme gestuurd? Ja, die had je me gestuurd, ik vond hem fucking grappig. Ja, die was leuk. Ik vond hem zelfs grappiging. Grappiging? Ja, ik had waarschijnlijk toen... Ja, ik had hem van internet, dus ik had niet per se die lolbroeking aan, maar... En ook niet de grappling jacket dan, maar... Ga even blijven. Dank je, Weasel. Nieuw. Nu nieuw, Weasel. Jij ook een Weasel? Koop dan heb je pech. Oh. €1,95. Dat is wel echt goedkoop met de inflatie en alles. Maar echt, het kan. Hè? Weet je, Weasel is gewoon... Ja, weet je, ze wisten ook al van... Hij gaat evolven in zo'n Floatzel. En Floatzel... Not bugging guying. Wel bugging guying? Nee, toch? Semi-bugging guying. Vind je Floatzel semi-bug? Nou, nah, dat vind ik niet. Ik vind hem een beetje underappreciated, maar dat komt ook denk ik omdat hij gewoon niet zo sterk is. Hij is lelijk. Weasel vind ik echt cool. Nee, ik vind hem niet per se heel lelijk. Hij is een beetje chonky, dat is misschien een beetje jammer. Ja, nou ik vind wel missed potential. Hier heb je missed 2 Bidoofs en een Pichu, alsjeblieft ding. Tackling. Ik wil nog zo'n Weasel. Ik weet ook niet waarom eigenlijk. Oh, ik heb nog maar 1 pokebal. Krijg ik maar 70 punten? Hey, jij ook al. Ik had dus ook maar 70 punten. Ik word gewoon genaaid, ding, waar ik bij sta, ding. Ik moet hem nu wel verslaan. Ik heb te denken. Looking around? Yo, kun je even niet looking around, ding? Wat is de eerste Pokémon die ik zou kunnen vangen voor mijn team? Ik denk Judith. Oh ja.
Maar dat duurt echt nog wel even voordat ik daar ben. Nou, ik denk wel dat we eerder bij het volgende stukje zijn dan Nando. Dat is waar. Dat is waarschijnlijk waar. Wat is zelfs waring. Hoe deed je ook weer dat crafting? Craft? Ja, ik heb geen tumblestone. Misschien moet je die even pakken. Joh. Nou, sorry hoor. Wil je alleen helpen? Ze weet niet. Dat is wel lief. Sorry. Ik heb zo'n buizel gevangen. Wat? Ja, dat klonk kut, hè? Nee, maar meer, jij hebt zo'n buizel gevangen en ik dacht echt, hoe weet hij dat? Nee, ik heb zo'n buizel gevangen. Oh, ik verstond jij. Ik dacht al, hè? Dat dacht ik niet alleen, dat zei ik ook. Ik ben toch zo'n Pokémon meester, Sander. Ik kan gewoon zien welke Pokémon ik je vangt. Oh, dat was een mudbal. Ja, dan wordt hij boos. Dat snap ik. Zou ik ook worden. Ik wil zo graag die andere bals, die verder bals. Ja, dat snap ik. Deze bals zijn zo kut. Kom vechten dan in! Hoezo zit zo'n Bidoof ineens ook niet meer echt in haar? Ik word die genaaid. Waar je bij staat. Nou, zo zou je het ook kunnen noemen. Leavage. Leavage. Dan. Ik zit niet. Leuk hoor. Nee, leuke game. Wat een leuk idee van je. Het is wel oprecht leuk idee trouwens. Ik ga nu al haten. Ik ook. Ik denk alleen dat we gewoon echt eventjes moeten beginnen, zeg maar. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. Het begin moeten zijn. Ik denk dat het dan een stuk leuker wordt. Ik ben benieuwd wie de eerste shiny tegenkomt. Ik ook. Ik weet zeker dat we een shiny gaan vinden buiten die Ponyta in deze serie. Oh, die Ponyta neem je ook niet mee? Ja, ik wou zeggen van anders ga jij zeggen, nou die Ponyta die zit gewoon in de quest. En dan zeg ik van ja, maar dat bedoel, die tel ik dan niet mee. Nee, ik tel die eigenlijk ook al niet mee. Als ik nou eventjes met Wurmple, dat gaat om. Of krijg ik alle poke? Nee, alleen Wurmple. Oh, dat is helemaal geen Pokémon. Nou, ik heb nu een nieuw Pokémon gevangen. Nu moet hij toch wel zo doen. Zo van, yo, goed man. Hm. Ik denk, Sander, voordat hij zegt dat je goed bent, dat je een research task van een Pokémon 110 moet hebben, bedoel ik. Ja, dat denk ik. Dan moet je echt veel doen eigenlijk. Mm-hmm. Een paar bidoofjes vangen. I like to do some shopping. Dat is zo'n Engels leenwoord. Ja. Weet ik. Hier, ik heb zo'n heavy specimen gevangen. Heavy specimen. Dus moet ik even kijken. Bidoof. Oh, Bidoof is wel makkelijk. Nummer you evolved, ja. Level 8 wel. Dus als ik nou even 2 versla. Hè, dat is wel zo'n smarting move. Dat is zeker zo'n smarting move. Eng. Maar je bent ook zo'n broek met Smarty erop. Zo'n Smarty Pants? Ja, volgens mij wel, ja. Ja, Smarty Pants, ja, je snapt hem. Oei, oh, Bidoof, hoe durf je te runnen van mij? Wat een vuile biertje, Bidoof is wacht, dat. Wacht, Bidoof kan runnen? Ja, run weg van mij. Heb jij niet een keer een shiny Bidoof gefilmd? Of was hij weg? Of was ik dat zelf? Ik denk dat ik dat zelf was. Nee, dat was ik. Oh. Oeps. Nog steeds pijn. Graag gedaan. Oh. Graag gedaan. Leuk dat je het
Even invrijft. Even weer opbrengt hoor. Nee, fijn. Love it. Badapapapam. Nou, eigenlijk dus niet, maar... Nou, je deed helemaal I'm loving it, dus ik geloof er nu niks meer van dat het niet zo is. Ja! Dat kan. Ja, dat kan. Ah, ik moet nog even twee van die bedoven vangen en dan is het wel een keer feest. Je moet dus één, zo'n Starly, en dan zo kaboom, en dan dood. Dat zeg maar. Kabooming dan, hè? Die mag ik niet gebruiken. Nee. Ik doe het poging op L of R. Dat zie je in de opname wel terug, welke idee. Je D, LR. Nee, R. Kijk, nu zie je het niet in de opname terug. Nu heb ik gelogen. Alweer. Grapje, Sandering. Er wordt altijd meteen boos in. Keeping it guard up. Ga nou niet wegrennen. Oh, hij doet dus. Dat is een normal type attacking move, heb ik gehoord. In Gen 1 wel, ja. Strong style tackle. Nou, als hij dat overleeft, dan is het echt zo'n Porger Rings guy. Strong style tackle? Ben jij gewoon ben jij al level 1? Level 10. Nee, van jezelf bedoel ik. Je poppetje. Nee. Dus dat is niet genoeg. Nee. Oh. Maar ik heb nu wel... Weer tegen me gelogen heen. Wat? Hoe bedoel je? Hoe bedoel je? Het is net alsof je het niet weet, ding. Oeh, een Eevee. Wacht, dat kan mijn Pokémoning worden. Dat kan ook mijn Pokémoning worden. Ja, zo'n Umbreoning en Espeoning en Potiononing. Oh nee. Bij mij zou het dan een Sylveon worden. Oh ja, jij mag Fairy. Ja, en een Groundeon en een Rockeon. Ja, dat zou episch zijn als ik die kan krijgen. Ik mag er ook gewoon twee kiezen. Ik heb de Eevee, ik heb mijn eerste Pokémon. Ik heb mijn eerste Drifloon. Oh nee, ik dacht even, die mag ik gebruiken, maar dat is niet. Dat is niet! Dat is niet. Had ik al gezegd, dat is niet? Dat is namelijk nee, niet. Nee, heb je nog niet gezegd eigenlijk. Dat is niet. Maar nu wel. Ja, nu wel. Ik denk, doe het even. Jij mist dat in je leven. Come on. More data. Ja, leuk man. Ik heb Starly gecompleted. Ach, yo, je bent echt een Pokémon meester. Ik zie trouwens ook zo'n Drifloon in. Drifting the Loon. Drifting the Loon. Ja, dat komt omdat het nu nacht is. Bij mij, tenminste. Bij mij ook. Ik had even moeten slaan. Oh, eigenlijk mag ik Rowlet nu eigenlijk niet meer gebruiken, toch? Nee. Ik weet eigenlijk niet of dit dan wel zo slim is, want ik weet niet hoe hoog level die Eevee is. Oh, ik heb Eevee nog niet bij me kunnen krijgen, dus. Oké. Ik kan beter die level 3 selecten. Yes. Selecting level 3. Select in the level 3 Wurmbling. Toch hier ben. Beautica. Wurmple can evolve. Completing. Dazzling honeying. Okay, nu minnetje. I'm missioning. Adorable Starly. Dat moet wel. Starly zijn altijd adorable, toch? Nee. Net als Milan. Dat wel. Starly zit ook al gewoon weer in Scarlet and Violet, hè? Echt? Heb ik. Ja. Zat hij in de trailer van zijn net? Of was het een eerder? Ja, zat hij ook in. Maar volgens mij zat hij er ook al eerder in. Oh. I want to see my Pokémonsters! Eevee van level 5. Oké. Okay. Eindelijk mijn eerste Pokémon. Ben jij ook level 1? Dat weet ik nog niet, ik denk het niet. Oh, ik dacht dat je... Nou, dat je bij de pasture was, zeg maar. Dat je daarom zei... Yo, I'm... Dat is niet wat je zei, maar... Nee, maar ik kon het niet reproduceren. Dus ik deed het maar op een lullige manier. Dat is hoe ik altijd alles doe. Zo'n lullige manier, Ring. Maakt niet uit wie. Eigenlijk, ik kan gewoon selecten. Hoezo is Bidoof nog... Wat?
uit waar je bij staat. Look at his ears. I'm looking at his ears. Oké, Sander, je loopt echt dik voor. Ik ben trots op je. Potion eens. Ja, ik ben ook goed. Ik deed ook net helemaal een vreugdedansje. Alleen, toen wilde ik dus niet zeggen ik ben level 1. Want dan vond ik een beetje lullig. Want ik denk, ja, hè, jij doet ook hartstikke hard je best. En dan ga dat ik klopt, maar Sander, ik laat jou ook slecht voelen als je achter staat. Dus dan mag je ook weer bij mij doen. Ja, maar ik vind dat zielig. Oké. Ik vind dat niet leuk. Ik heb liever de gooding vibings. De gooding vibings, kabooming. Soms elkaar een beetje pesting, maar ook. Ja, dat is waring. Beste, oh, dat is van het kaartspel, toch? Nee. Wacht, niet? Nee. Wacht, ken je pesten niet? Of jawel, ben je nu gewoon aan het kutten? Ik ben aan het kutten. Oké. Ik ben aan het kutting. I scrocking al. Jij scrocking al? Yo, je bent niveau 1. Leuk gedaan, man. Dat is wat zij zegt. Ja, dat zal ze voorlopig niet tegen mij zeggen. Oh, burn! Nee, oké. Nee. Dat kan niet. Oh, geen burn. Heavy ballings. Die zijn kut, eigenlijk. I do not liking the heavy ballings, eigenlijk. Ik ben ook niet zo fan van de heavy ballings, nee. Ik vind die flyballs ook wel lastig, maar die zijn nog wel te doen. Dan moet je gewoon heel laag mikken. Ja. Die pokeballs, dan kan makkelijk. Je lekker van afstand gooien. Dat is waar. Ja, die pokeballs gaan heel erg met zo'n bogie. Ken je dat? Dat klopt. Dat denk ik wel, ja. Yo, eten? I love eten. Ik ben aan het eten. Eten in Jubilife Village. Where the grass is the green and the girls are privileged. Ja. Dat is nu de nieuwe song. Ja. Ja, het is nog geen city, dus ik kan niet zeggen dat de girls pretty zijn. Ondanks dat ik dat wel mogelijk gezegd heb. Oh, een karakter. Dat maakt niet uit. Ja. Nee, dat gaat wel goed, dit, Sander, met praten. No. Alright. Alright, okay. Alright, okay. Akari gaat weg. Since she's been gone, I can't breathe. Ik kan jou wel weer maken. Ever. Oh, I'm crazy. Meet Akari at the... Oh, is dat niet zo'n Pikachu man mail? Wat? Volgens mij is het zo'n Pikachu man mail. Of girl. Wat is een Pikachu man mail of girl? Dat is de eerstvolgende Pokémon volgens mij waar ik tegen moet vechten. Oké. En dan ga ik misschien wide houden. Ja, Pikachu, we... fuck. Oh, ik wist het ook gewoon. Can I take a Pikachu? Nee. Nee. Pas in post-edit of in edit. Since you'll be sender. Frick. Ik ben wel level 10, dus op zich. Hij is waarschijnlijk level 5 of zo, hoop ik. En ik heb zo'n strong styling move. Heb jij ook al een strong styling move? Oh, nee, Sander. Hij is level 9? Sander is gone! Oh nee, maar jij hebt net je man mail gedelete. Babu, beep, ja. Gedelete. Oké, 1 Thunderbolt of 1 Quick Attack mag je overleven en niet paralyzed. Hij mag 2 keer... Oh ja, ik deed strong style. Dat kan nog wel eens vergevaarlijk in worden. Ja, dat was ook niet zo slim. Misschien maak ik het nu beter. Gaat dit killen is de vraag. Anders ben ik dood. Dit is zo'n dilemma. Alhoewel, ik kan ook wel strong zijn. Maar als ik paralyzed ben. Als ik niet paralyzed ben. Aqua Jet mag altijd eerst. En moet ik... Nee! Oshawott is gone! Nou. Dus, ik ga moeten restarten, denk ik. Ik denk het ook. Oh, maar hij doet zo'n automatisch save punt.
Want ik heb dat niet uitgezet, denk me net. Moeten we de Nuzlocke-regel van dood is dood niet gewoon schrappen? Want ik denk dat het anders heel lastig wordt. Anders kunnen wij bijvoorbeeld Folo ook nooit verslaan. Ik denk dat wij gewoon het bij die types moeten houden en dat we het daar gewoon bij moeten houden. Alleen mag je een Pokémon niet dubbel gebruiken, behalve als je hem shiny hebt. Dus geen Nuzlocke? Gewoon, ja, wel de Nuzlocke dat je elke Pokémon maar één keer mag gebruiken. En in de types die we hebben gekozen. Maar okay, dan maar ik bedoel zonder niet de dood. Permadeath. Ja, oké. Okay. Ja, ik denk dat het leuker is, ook voor gewoon voor ons. Omdat wij sowieso niet echt Nuzlocke Masters zijn. Ja, nou, dit is heel kut, want ik was paralyzed. Kijk, anders dan had ik dit wel kunnen doen, zeg maar. Want dan Aqua Jet is altijd eerst. Dus dan had ik het gewoon gehaald. Maar nu niet. Nee. Ja. Ik denk dat dat een betere is, Sander. Want anders wordt het echt onmogelijk voor ons, denk ik. En dan kan je wat casualer spelen. Ik denk dat dat wel leuk is. Ja, denk ik ook. Ik denk het op zich ook wel. Ja, dat. Maar okay. Het klonk echt heel erg alsof er nog een maar kwam. Maar die kwam niet. Nu kwam die wel. Booming. A big weasel. Please say that I have a big one. Ik heb er wel twee volgens Misschien mij. Misschien zegt Akari wel dat je een grote hebt. Nou, dat denk ik niet. Nou, voor haar wel, want ik ben echt 23. Keep dus, mean. Dat op zich. Oké, okay, dit wordt alleen maar erger wat je nu zegt. Ja. Stop maar. Hij is niet groot genoeg. Nah. Helemaal voor niks deze kant op gelopen. Ik betwijfel dus of het sneller is trouwens, wat ik nu doe. Maak een villager geluid. Oh nee, dat was een zombie. Lijkt op elkaar joh. Niks ja, aan doen. Hetzelfde. Je hebt ook van die zombie villagers, dus het kan gewoon hoor. Kan gewoon. Niks van aan doen. Ik denk je dat weet we zo de aflevering moeten al 32 minuten beter. Wij zitten op... Echt, als je zo'n line hebt, dan zitten wij op dezelfde, zeg maar. Ja, holy shit. Ik keek net voordat ik de cutscene, zeg maar, inging. Dus als je het niet erg vindt, word ik eventjes geschrokken door ik follow en dan everything's fine. Ik heb nu pas de heavy ball recipe gekregen. Ik heb al jaren geleden. Nee, dat is niet waar. Op zich ben je niet heel veel verder terug, zeg maar. Want ik heb al die Pokémon dingen geïnt. Ja, oké, dat heb jij dan ook niet gedaan natuurlijk, maar... hier aflevering afeindigen? Dat lijkt me een goed idee. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En zie ik je graag bij de volgende keer weer. Adios, amigos!